Rijssel-Sieler zit in ieder geval in het stadsbeeld. De skyline valt hier op. Het is een van de eerste panden die je ziet als je vanaf het westen de snelweg richting Deventer neemt. 15, 20 jaar geleden had de SIET, Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, een opening, een monumentendag, waar mensen de silo konden bezochten. En daar zochten ze een suppost voor. En toen heb ik een hele dag hierboven als suppost gezeten. En toen dacht ik, hier wil ik wonen. En zo is het eigenlijk begonnen. En daarbij hebben we gekeken, het is agrarisch-industrieel erfgoed. En nou, daar is eigenlijk de transformatie mee begonnen. En het huiselijke is voornamelijk gebeurd door hoekjes te creëren waar je lekker kan zitten en waar je jezelf kan ontspannen. Ik probeer dagelijks de trap te gebruiken, maar... In het begin waren we er beter in dan nu. In het begin waren we er zeker beter in, maar de lift is ook wel heel fijn. Nou, we hebben het gevoel gekregen dat het een woning werd op het moment dat de keukenstrook inkwamen. En dat is dan zo'n element, dan krijg je ook veel meer comfort. Je hebt lekkere koffie in één keer. Merk je ook aan dat bezoek veel langer blijft. Dus dat het rendement van het klussen gaat dan hard naar beneden. Maar dat maakt het dat je er kan leven. We hebben een heel groot wensenlijstje wat we nog zouden willen doen of waar we over dromen of fantaseren. Maar onze eerste stap is nu het afkrijgen zoals wij het hier voor ogen hebben. En we hadden gezegd, daarna pas gaan we naar volgende projecten kijken.